Jukbeenderen is een beetje een aparte indicatie, omdat de meeste mensen het vaak mooier willen hebben dan dat ze daadwerkelijk het hebben. Dat betekent dat het net wat geprononceerder of wat iets meer uitgesproken moet zijn. En slappe of niet mooie jukbeenderen, dat bestaat dus eigenlijk niet. Nou, jukbeenderen zijn heel goed te behandelen, maar hier geldt wel één kleine toevoeging. Het feit is jukbeenderen kan ik tot in de oneindigheid opvullen, maar of het mooier wordt, is dan een tweede. Dat betekent dus dat je samen met elkaar echt moet gaan kijken, oké, is dit daadwerkelijk mooi? En het kan soms zijn dus dat ik daardoor bijvoorbeeld een proefbehandeling doe met een beetje wat water wat ik inspuit, zodat we beide kunnen kijken, oké, is dit echt daadwerkelijk een toevoeging in je gezicht? Over het algemeen is een goed resultaat te bereiken in één behandeling. Eigenlijk vrijwel al mijn patiënten zijn gewoon tevreden over het resultaat wat ze kunnen bereiken. Dat komt natuurlijk doordat ik ook voorzichtig ben. Ik mijn patiënten betrek in van wat ze mooi vinden, maar ze ook wel soms een keertje beschermen, zeggen van nou, dit zou ik dus nu niet doen. Nou, als je dat gewoon doet met die beschermingsmaatregelen, krijg je dus niet rare appelwangen en krijg je gewoon echt een mooi esthetisch resultaat.